Nederlanders lijken steeds meer lijnrecht tegenover elkaar te staan. Discussies over vluchtelingen, vaccinaties en de stikstofcrisis lopen hoog op. Ik vind het heel goed dat die mensen hier worden opgevangen. Dat hier 800 Afghanen komen. Dat zijn geen vluchtelingen, dat zijn landverraders. Maar dat beeld klopt niet. Sterker nog, onderzoek laat zien dat meningen van Nederlanders in de afgelopen 30, 40 jaar niet verder uit elkaar zijn gaan liggen. We zijn dus minder gepolariseerd dan we denken. Hoe dat kan, leg ik je uit, hier in de werkplaats. Als we bijvoorbeeld kijken naar het immigratiedebat, dan kregen mensen de stelling voorgelegd: Nederland zou meer asielzoekers moeten toelaten. Nou, in de jaren 80 waren de meningen hierover verdeeld. Je had een aantal mensen die zeiden, ja, asielzoekers moeten welkom zijn, die waren voor. Maar je had ook een aantal mensen die zeiden, nee, er moeten strengere regels komen. En heel veel mensen zaten daartussenin. Mensen denken dat tegenwoordig onze meningen over asielzoekers verder uit elkaar zijn gaan liggen. Dus we zijn of fel tegen alle asielzoekers, of alle asielzoekers zijn welkom. Maar als we kijken naar onderzoek uit 2021, lijkt dat meningen niet verder uit elkaar liggen dan 40 jaar geleden. We denken nog redelijk hetzelfde over het onderwerp als in de jaren 80. Dit geldt niet alleen voor het immigratiedebat, maar ook voor bijvoorbeeld onze meningen over de Europese integratie, aanpak van criminaliteit, abortus. Er zijn wel enkele thema's waarop de verschillen iets groter zijn geworden, maar in de grote linie zien we geen toename in de verschillen van mening. En op sommige thema's worden de verschillen zelfs kleiner. Eigenlijk zijn de meningsverschillen in de afgelopen decennia dus niet heel sterk toegenomen. Toch denkt driekwart van de Nederlanders dat onze standpunten over maatschappelijke onderwerpen steeds verder uit elkaar gaan liggen. Hoe komt dat? Een mogelijke verklaring is de verharding van het debat. Politici spreken explicieter uit waar ze voor of tegen zijn. Zo zei Jan Maat, een politicus in de jaren 90. En als ik zeg, Nederland is voor de Nederlanders. Wij houden van dit land en van deze cultuur. Dan kan geen Kamer en geen parlementaire meerderheid en geen grondwet me dat verbieden. Destijds heel extreem. Het verheffen van een bevolkingsgroep boven een andere was niet meer gebeurd na de Tweede Wereldoorlog. Dat riep veel tegenstand op. Rond 2010 zei Wilders... Tijd voor de grote schoonmaak van onze straten. Als onze nieuwe Nederlanders zo graag hun liefde voor deze zevende eeuwse woestijnideologie willen tonen, dan moeten ze dat maar doen in een islamitisch land, maar niet hier. Zonder dat iemand daar echt van opkijkt. Dit komt onder andere doordat de norm over wat je wel en niet mag zeggen in een politiek debat verandert. We komen veel in aanraking met de uitgesproken meningen van politici, waarin verschillen worden uitvergroot. Hierdoor krijgen we het gevoel dat we lijnrecht tegenover anderen staan, terwijl dat dus feitelijk niet zo is. Een andere mogelijke oorzaak zijn de ongenuanceerde discussies op social media. Kijk maar eens mee naar deze discussie over de One Love aanvoerdersband. Een rel rond Feyenoord-aanvoerder Kukçu. Hij weigert een regenboogband om zijn arm te dragen. Deze persoon zei op Twitter: er is veel aandacht voor geweld en haat tegen LHBTI+. Omdat je in dit land volgens sommigen onder de vlag van religie of vrijheid van meningsuiting discriminerende bagger mag zeggen. Dat is het probleem waardoor er volgende week weer mensen in elkaar getimmerd worden. Deze tweet laat een duidelijk standpunt zien. En dit kan voor veel conflict zorgen. We kunnen hierbij niet zien of deze persoon zijn tweet 3 keer opnieuw geformuleerd heeft, of er daadwerkelijk misschien iets genuanceerder over denkt. We zien deze persoon alleen als een vertegenwoordiger van een bepaald standpunt, waar de ander het niet mee eens is. Dit roept ook een bepaalde stelligheid op bij anderen. Hoezo discriminatie? Ieder mens is vrij om zelf te bepalen waar hij wel of niet achter staat. Waar haal jij het gore lef vandaan om dat voor een ander te willen bepalen? Door hun reactie lijkt het alsof deze twee personen lijnrecht tegenover elkaar staan. Maar als we face-to-face een gesprek over een controversieel onderwerp aangaan, doen we dat vaak veel voorzichtiger. Kijk maar eens mee naar hoe dezelfde persoon in het programma 7:30 de discussie aangaat. Nou, ik begrijp eigenlijk niet dat het anno 2022 nog een discussie kan zijn dat je... Als je gevraagd wordt om je uit te spreken tegen discriminatie en een bandje te dragen voor verbinding, dat het dan een issue nog is, dat je daarover na moet denken en dat je vervolgens dan zegt, ik kan dat niet doen vanwege mijn geloofsovertuiging. In vergelijking met de tweet zie je dat de mensen hier veel voorzichtiger het debat aangaan. Ze proberen hun mening genuanceerder te brengen. En ik vind zijn statement heel erg netjes. Respect voor iedereen. Respect voor, ja... elk volk, zeg maar, om het maar zo te zeggen. Alleen je kan niet iemand gaan dwingen. Kijk, jouw mening respecteer ik. Ze zeggen dat ze respect hebben voor elkaars mening. En ze knikken ook om te laten zien dat ze elkaar begrijpen. Dus er is veel meer een gesprek gaande, veel meer een dialoog. Op Twitter ontstaat deze dialoog niet. Er is minder de mogelijkheid om op elkaar te reageren. En mensen focussen meer op het verkondigen van hun eigen mening. Daardoor is het lastiger om nuances over te brengen. Hierdoor ontstaat het gevoel dat men het totaal niet eens is met elkaar.
Een andere reden waarom we denken dat we meer gepolariseerd zijn, zijn onze digitale sociale bubbels, face-to-face in het echte leven, wat jij omringt door buren en collega's, die over sommige maatschappelijke kwesties misschien net wat anders denken. Terwijl online, op social media, kom jij vooral in aanraking met mensen met dezelfde ideeën. Mensen met een andere mening die zijn er wel, maar die zitten vooral in hun eigen sociale bubbels. Dat komt bijvoorbeeld door algoritmes, maar ook doordat je eerder video's of mensen opzoekt die jouw ideeën bevestigen. Doordat we denken dat we meer gepolariseerd zijn, delen we mensen eerder op in bepaalde groepen. Je bent of voor immigratie of tegen immigratie. Je bent of voor vaccinatie of tegen vaccinatie. En het gevolg daarvan is dat we ons anders opstellen in gesprekken met de ander. Dus stel, iemand zegt, ik twijfel of ik me wil laten vaccineren. Dan delen we die gelijk in het antivaccinatiekamp of zelfs het complotdenkerskamp. Terwijl deze persoon zich misschien wel alleen maar laat vaccineren omdat hij in de zorg werkt. En deze persoon haalt misschien het vaccin niet vanwege prikangst. Als je kijkt naar hun mening over vaccinatie, dan blijkt dat dat dus helemaal niet zo ver uit elkaar hoeft te liggen. Dat indelen in een voor- en tegenkamp heeft gevolgen voor hoe we het gesprek aangaan. We reageren emotioneler als we iemand horen met een andere mening. Daardoor wordt het gesprek veel minder constructief. En we kunnen zelfs het onderwerp gaan vermijden. Maar dat is gevaarlijk, want dat kan polarisatie juist in de hand werken. Als we niet meer in gesprek gaan met mensen met een andere mening, dan krijgen we ook niet de kans om onze mening bij te stellen. En zo vergroten we de afstand tussen die twee groepen. Het is dus zaak dat we het gesprek blijven aangaan. Dan ontdekken we misschien dat onze meningen helemaal niet zo ver uit elkaar liggen als we dachten. Dat we bomen nodig hebben om te kunnen ademen is onjuist. Onze zuurstof komt namelijk helemaal niet van de bomen, maar van een heel andere bron. Ik ben Ingrid Luiks, atmosfeerwetenschapper. En in de volgende aflevering vertel ik je waarom het Amazonegebied niet de longen van de aarde zijn.